Miel Belsma, voetbal op de Westmaat is leuk, maar dan moet je niet met 7-1 verliezen. Nee, op deze manier is het niet heel leuk, inderdaad. Natuurlijk, het is mooi om hier te spelen, maar als je 7-1 afgaat, dan haal je er weinig plezier uit. Welke gedachten gingen jullie de wedstrijd in? Iets behoudende? Nee, eigenlijk niet. We wilden gewoon vol druk erop krijgen en ons eigen ding doen. En dan zagen we wel waar het schip strandt. Nou, op zich lukte dat denk ik ook best wel aardig, hoe gek dat ook klinkt. Maar in het begin kregen we er best druk op. Dat was ook het doel. Nou, voetballend kon je inderdaad wel aardig mee, die eerste helft ook. Alleen ze waren dodelijk. Ja, dat zeg je goed, denk ik. Dodelijk effectief. 3, misschien 4 kansen gehad. En je gaat de rust in met 3-0 achter. Dat voelde niet helemaal zoals het in het veld voelde. Maar ja, uiteindelijk moet je daar ook de complimenten voor geven. Als 3-0 staat, kun je weinig zeggen. Ja, dan ga je de tweede helft in. Dan wordt het heel snel 3-1. Begin je dan nog weer in te geloven? Ja, eigenlijk wel. Die goal valt en we met z'n allen spreken we eigenlijk af om er vol voor te gaan, natuurlijk. Dan is het wel zuur dat hij, ik weet niet hoeveel minuten later, maar direct weer in het mandje ligt bij ons. En dan is het over, hè? En dan is het schade proberen te beperken te houden en dat lukt niet. Nee, ja, wat daarna gebeurt is wel slecht, vind ik hoor. En ook wel iets wat onze zwakte is, denk ik. We mogen hier niet met 7-1 verliezen. En als je kijkt naar de eerste helft inderdaad en na ook nog wel een gedeelte van de tweede helft, dan zou je ook niet zeggen dat die 7-1 wordt. Dus dat is gewoon slecht van ons. Dat mag niet gebeuren. Is dit gewoon een kwestie van kwaliteitsverschil? Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Zij schieten er 7 in, wij 1. En dat is kwaliteit, ja. Ja, want die bal van Van der Meijrakken, die na 4 minuten, die kopt natuurlijk geweldig in. Hij staat wel heel erg vrij, maar is dat misschien ook wel zijn klasse, dat hij daar dan vrij staat? Ja, dat denk ik wel. En hij kopt hem inderdaad ongekend in de kruising. Maar ja, je moet ook wel realistisch zijn. Als je kijkt naar deze club en wat zij voor middelen hebben en hoe wij hebben. Ja, dan kunnen we niet verwachten dat wij hier alles van de mat spelen. Maar beter dan dit qua uitslag had het wel gekund. Verder, ja, het is wel mooi in voetbal, hè? Ja, tuurlijk. Het is een grote club. En ze hebben een mooie accommodatie. Wat ik zeg, die middelen hebben ze. Dus het is mooi dat we daar... Dat we daar gekomen zijn met z'n allen, maar je verwacht of wil toch wel wat meer dan dit qua resultaat. Dit zouden bonuspunten geweest zijn, die heb je dan niet. En jullie blijven elke keer nu een beetje wel steeds erachteraan lopen. Hè? Dan haal je even weer in, dan loopt de rest weer uit. Dat aanhaken is één, maar het echt inlopen dat is lastig, hè? Klopt, ja, we blijven steeds hangen in rondom diezelfde plekken. En eigenlijk zou het lekker zijn om eens een keertje daar wat afstand van te doen, maar... Ja, dat is vandaag niet gelukt. Dan moeten we volgende weken weer aan werken. Maar ik denk dat het seizoen ook een beetje daar naartoe zal gaan. Dat we op het eind of er net boven of er net onder staan. Tot slot, hoe is het met jou? Want je ging er geblesseerd af? Ja, ik had wat last van de hamstring. Als je er echt nog vol voor moet vechten, dan wil je dat nog helemaal leeglopen. Maar bij 7-1 dacht ik uit voorzorg beter om naar de kant te gaan. En ik hoop dat die niet te vol loopt nu. Ik wou zeggen, we hoeven ons geen zorgen te maken, maar dat is niet helemaal uitgesloten. Nou ja, het is altijd afwachten hoe de week daarna weer is. Maar ik hoop dat ik op tijd uit ben gestapt. En anders dan moeten we maar goed door Claudia laten verzorgen.